In 1982 emigreer ik naar Australië. De ruimte, het klimaat en de goede verhalen over de filmindustrie zijn de belangrijkste redenen voor mijn stap. Bij elke benzinepomp kun je kogels kopen. De weg naar Alice Springs is nog een zandpad en er zijn meer kangoeroes dan mensen. Mijn avontuur duurt 6 jaar. Zoals zoveel immigranten mis ik uiteindelijk mijn roots en voel ik mij toch niet echt thuis bij de Crocodile Dundee mentaliteit van de Australiërs. Ik laat de prachtige sunsets voor wat ze zijn. Maar nu ben ik weer terug in het land van mijn jongensdromen. 20 miljoen mensen wonen inmiddels in dit continent, dat 250 keer zo groot is als Nederland en dat schatrijk is door zijn grondstoffen. Het gaat de Australiërs goed. De Lucky Country noemen ze hun land zelf. Hoe zou het eigenlijk staan met de landclaims van de Aboriginals? Ik moet aan de recente beelden denken van asielzoekers achter metershoge hekken in de woestijn. Na 14 jaar een hernieuwde kennismaking. Ik ben benieuwd wat ik er nu van vind en of ik nog steeds de goede beslissing heb genomen door weg te gaan. De geschiedenis herhaalt zich, heet het. Bij mijn aankomst in 82 kreeg ik een bijl in handen gedrukt en hielp ik mee bij het blussen van de grote bosbranden die Melbourne bedreigden. Ook nu is de strijd tegen de natuur weer gewonnen en Sydney viert feest. Closer and closer towards Sydney. Everyone from all around Australia basically converged into New South Wales. The South Australians, the Queenslanders, the Victorians, everyone gave us a hand when we needed it most. Op het Centraal Station staat de legendarische Indian Pacific klaar voor de 4.352 kilometer lange reis van Sydney naar Perth. Een reis van 3 dagen dwars door Australië. De spoorlijn van Pacific tot Indian Ocean werd ooit door echte pioniers en onder extreme omstandigheden aangelegd om het westen van Australië en de rijke goudvelden te ontsluiten. Nu zijn het vooral gepensioneerden en toeristen die de reis maken. In airconditioned rijtuigen met eerste klas verzorging.